Sochi. Op dit moment zijn onze topsporters overal op tv te zien bij de Olympische Spelen. 42 jaar geleden was het nieuws over de Olympische Spelen heel anders. 11 atleten en officials werden gegijzeld en gedood. Er was een grote ophef over. En na de autobom 30 jaar geleden, de aanslagen in Londen en 9/11 is onze angst voor terrorisme alleen maar vergroot. Maar als we dit terrorisme vergelijken met het terrorisme en het geweld en de oorlogen die onze overheden uitvoeren, is dat dan niet veel erger? Als reactie op 9/11 pleegden onze overheden ook terrorisme. Wij vielen Afghanistan binnen en bij de oorlog die volgde waren 52.000 doden. Daarna kwam het geweld in Irak, Sudaan en Pakistan. Ook hier werden hardwerkende mensen, onschuldige kinderen en weerloze ouderen de dupe van geweld gepleegd door onze staten. Bent u bereid om voor uw land te vechten? Bent u bereid om onschuldige burgers te doden voor een ideaal waarin u gelooft? Voor velen is het antwoord ja. Immers, een bom heeft geen schade wanneer hij niet gebruikt wordt. En in geen oorlog kan gevochten worden zonder soldaten die willen strijden. Maar beseft u dan ook dat we de schade hiermee alleen maar groter maken? En dat we alleen maar meer geweld oproepen? Terrorisme lossen we niet op met nog meer terrorisme. Haat lossen we niet op met nog meer haat. En geweld niet met nog meer geweld. Niemand wil zijn geliefde zien sterven. En iedereen reageert hier hetzelfde op, met verdriet en wrok. Het zijn twee willekeurige mensen, in twee willekeurige groepen, in een willekeurige oorlog, niet eigenlijk gewoon hetzelfde? Wanneer ze in een ander land opgegroeid waren, met andere opvattingen, misschien wel een ander geloof, zouden ze dan niet een heel ander ideaal nastreven? Misschien klinkt stoppen met vechten wel als een heel moreel idee dat we al veel vaker gehoord hebben. Misschien denken we dat we geleerd hebben en misschien denken we dat de oorlogen die er nu zijn uiteindelijk alleen maar voor vrede zullen zorgen. Maar hoe kan het dan dat koningin Elisabeth II al een speech klaar had staan voor een derde wereldoorlog? Hoe kan het dan dat er nog steeds oorlogen op de wereld zijn? En hoe kan het dan dat juist de onschuldige burgers de dupe worden van het geweld gepleegd door onze staten? We moeten niet vergeten dat terrorisme niet opgelost wordt met nog meer terrorisme. Haat niet met nog meer haat en geweld niet met nog meer geweld. We moeten luisteren naar onszelf en naar elkaar en niet elk geweld goed praten. Want alle wapens op de wereld brengen geen enkele schade toe wanneer ze niet worden gebruikt.